over eigen sterven. Nu, nu, nu. Goedenavond. Zeven verdachten tussen de 70 en 80 jaar oud staan vandaag en de komende dagen voor de rechtbank in Arnhem voor een zaak waarbij het zelfdodingsmiddel X centraal staat. Verschillende van hen worden zelfs verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar de verdachten zien zichzelf liever als voorvechters voor het zelfbeschikkingsrecht van het levenseinde. Natuurlijk, het is begrijpelijk dat door de verdachten hun mening over dit onderwerp naar voren zal worden gebracht. Maar de focus tijdens de behandelingen van de strafzaken moet echt liggen op de vraag of de verdachten strafbaar hebben gehandeld. Een van de zeven verdachten is oud-voorzitter van de coöperatie Laatste Wil, Jos van Wijk uit Apeldoorn. Een verdachte die zich er niet voor schaamt dat zijn naam wordt genoemd. Hij en de andere verdachten krijgen ook steun van het huidige bestuur. Deze mensen zijn als het ware de vooruitgeschoven post van de tienduizenden en misschien moet ik wel zeggen honderdduizenden mensen in Nederland die vinden dat ze zelfstandig moeten kunnen beschikken over hun levenseinde. De verdachten worden ervan beschuldigd het zelfdodingsmiddel X toegankelijk te hebben gemaakt of zelfs hebben verstrekt. In sommige gevallen met een zelfdoding tot gevolg. Hulp bij zelfdoding is strafbaar. De coöperatie Laatste Wil wil dit anders. Dat is de reden dat wij als coöperatie Laatste Wil bepleiten dat er een proeftuin gaat komen. Een situatie waarbij 10.000 mensen in een periode van 10 jaar met elkaar gaan uitzoeken van aan welke normen en voorwaarden moet nou precies zo'n traject richting een levenseinde voldoen. Justitie zet de zaak hoog in met voor verschillende verdachten zelfs het verwijt van lidmaatschap van een criminele organisatie. De zaak in Arnhem gaat nog 2 weken duren. Ja, voorstanders van het gebruik van het middel X voerden vandaag actie in Arnhem. Met een mars vroegen zij aandacht voor het recht op eigen regie voor iedereen. Baas over eigen sterven, nu, nu, nu. Ik vind dat hulp bij zelfdoding onder goede condities mogelijk moet worden gemaakt. Zodat de naasten kunnen helpen. En ook dat mensen in principe het middel in huis zouden kunnen hebben. Met name degenen die nog een relatief korte levensduur hebben. Dan dient er een middel te zijn om waardig te sterven in plaats van te bederven. De demonstranten zijn het er niet mee eens dat er mogelijk mensen worden veroordeeld vanwege het verstrekken of promoten van zelfdodingsmiddelen. Daar ben ik gewoon erg boos over. Het is gewoon een onvolwassen situatie in Nederland. Dat we dus nog niet het recht op eigen levenseinde gewoon in wet hebben vastgelegd. Ik heb het zelf ook verstrekt aan meer dan 100 mensen. En ik ben psycholoog en ik heb een psychodiagnostisch interview afgenomen om op een hele zorgvuldige wijze dat middel te verstrekken. Zodat ik me dat maar zelf ook kon verantwoorden daarvoor. Kritiek is er ook vanuit gezondheidsrecht. Volgens Martin Buys, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit, is er niks mis met de doelstelling van de Laatste Wil. Maar wel met de manier waarop zij een dodelijk middel X in de markt hebben gezet. Uit eigen initiatief in omloop brengen, wetende dat er ook mensen zijn die er gebruik van kunnen maken, die helemaal niet in staat zijn om een weloverwogen beslissing tot zelfdoding te nemen, is onverantwoordelijk. De rechtbank verwacht voor de zomer uitspraak te doen in deze zaak. En heb je depressies of zit je zelf met gedachten over zelfdoding? Erover praten helpt en 113 kan je daarbij helpen. Een gratis nummer waar deskundigen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor je klaarzitten.